Veld 16 gebruiken we toch niet, dus... Weg! Zo, dan kom ik weer aan het werk. Maar er zit natuurlijk weer die andere bom in de weg. Ja joh! Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Seasons Apps Dorfheide. Het is vandaag een drukke dag, want we kunnen namelijk inzaaien, we moeten bemesten, we moeten injecteren. We hebben vandaag genoeg te doen, want wat we allereerst gaan doen, wij kunnen namelijk veld 7 en veld 10 kunnen wij gaan injecteren. Dat gaan we vandaag ook doen. We kunnen namelijk weer een veld gaan inzaaien, want het is warm genoeg met tarwe of met gerst of iets. En de dieren moeten nog eventjes onderhouden worden, dus eigenlijk moeten we dat ook nog eventjes doen. Maar als we eventjes gaan kijken naar de koeien. Kijk, de koeien hebben weer van alles en nog wat nodig. De varkens hebben stro nodig. En mais. Nou, mais hebben we volgens mij niet. Schapen hebben water nodig. Dus daar moeten we eigenlijk ook allemaal weer eventjes rekening mee houden. Want dat gaat nou allemaal hartstikke snel. Maar ik ben eerst eventjes benieuwd of we alles een beetje kunnen inzaaien en dergelijke. Want dat levert ons het meeste geld op. In plaats van dit. Dus, wat gaan we allereerst mee doen? Ik denk dat wij de New Holland. Ik weet niet hoeveel... Ja, dat, volgens mij werkt dat helemaal niet, joh. Ja, we kunnen de vent wel voor de... Laten we dat doen. We gooien de vent voor de zaaimachine. Voor die, want ik weet niet hoeveel pk dat ding nodig heeft. Laten we eens eventjes gaan kijken. Als ik hem kan vinden. Ja, ik zag hem voorbij komen. 125 pk. Nou, volgens mij heeft die vent makkelijk... Volgens mij heeft hij 175 pk of zo. Toch? 200 pk zelfs, dus dat is geen probleem. Dus die zetten we op veld 1 al vast aan het werk. Dus dat gaan we direct eventjes doen. We moeten eventjes de vent hebben. En de video van zaterdag die had geen geluid. Want op de een of andere manier was er blijkbaar een random foutje gaande. Waardoor er dus mijn microfoon niet werd opgenomen. Dus dat was een beetje vreemd. Als het goed is, nu wel. Tenminste, OBS geeft aan dat het wordt opgenomen. Dus ik ga ervan uit dat het goed is. En anders moet ik maar eens eventjes gaan kijken hoe ik dat dan ga doen. Maar in ieder geval, de microfoon wordt wel opgenomen. Alleen het was een random foutje. Dus dat was een beetje vervelend. Maar goed, het is niet anders. Maar ik had die video ook niet meer op voorraad, zeg maar. Dus daar moeten we eventjes ook rekening mee houden. Dat, ik kon hem helaas niet meer heruploaden, want ik was ook aan het werk. Want ik werd geappt door Emus. Ik werd geappt door Thomas van Endel Drukker. Van Lars, jouw geluid doet het niet. Ik zo, huh, wat voor geluid? Ja, jouw video van vandaag. Dacht, oh, nou super top. De allereerste video met mijn nieuwe PC gaat direct hartstikke fout. Nou ja, dat was een beetje vervelend, maar goed. Kunstmest hoeven we eigenlijk niet te hebben, maar dat doen we wel. Laten we even de tijd op 5 zetten. Maar als het goed is, is dit dus nu ook de video met mijn nieuwe PC. Als het goed is, moet het nou allemaal wel goed gaan. En ik zit ook redelijk midden in frame. Qua... dinges. Oh. Want ja, ik zit nog een beetje... Eigenlijk moet niet meer zo... Nou zit ik middenin, maar dan zie je daar bovenin zie je mijn greenscreen. En dat is dit stukje hier zo. Maar ik laat het wel eventjes zo, want dan sta ik net iets midden in de camera. Maar dan heb je alleen daar bovenin daar zo, heb je alleen een zwart vlekje. Maar goed, ik hoop dat dat niet heel erg is. Nou, gooi die dingen maar weer dicht. Dan gaan we denk ik nu allereerst gewoon gerst zaaien. Of tarwe, moet even kijken. Ik hoop dat ik hier doorheen pas. Ja, dat passen we. Tarwe. We hebben geen tarwe. Dan gaan we tarwe erin gooien. Het is ons eerste veld dat we gaan inzaaien, jongens. Dus dat is ook wel top. En dan kunnen wij namelijk de velden kunnen we injecteren. Veld 10 en veld 7. Het zijn kleine velden, dus dat moet op zich geen probleem zijn. Tenzij ik natuurlijk weer die bocht niet kan nemen, hè, Lars? Het is ook altijd hetzelfde gedonde hier. Dat ik vind dat ik die bocht niet kan nemen. Nou, het ding mag uitgeklapt worden. We zetten wel gewoon op normale help, maar als het goed is. Alleen daar bij die paal is misschien een dingetje, maar dat duurt nog wel eventjes. Ja, of weet wat, we gaan zelf eerst even de koppakkers doen. Ik weet dat je eigenlijk de koppakkers als laatste moet doen, maar om de arbeider het makkelijker te maken, gaan we zelf eventjes de koppakkers doen. En daarna gaan we de velden gaan wij, weer injecteren met het laatste kleine beetje mest wat we nog hebben. Want jullie zeiden ook, Lars, er is ook een mod in de mod-up dat jij een mestkelder hebt dat je mest kunt kopen.
Want ik vroeg of je mes kunt kopen, maar dat hoeft op zich nog ook weer niet. Want schapen hebben natuurlijk ook nog dinges. Wie hebt mij... Even kijken hoor. Bloop. Ik dacht dat ik mijn telefoon op stil had gezet, blijkbaar dus niet. Kijk, maar hij gaat 10 km puur is hard genoeg. Als we gewoon twee keer de kop pakken, doen, want het is best een grote zaaimachine. Dus die arbeider die moet dat wel kunnen. Dan doen we gewoon de koppakkers en dan hoeven we daar geen zorgen om te maken. In principe. Ja, waar we nou zijn, dit kan er wel eens een probleempje worden. Hier heb je natuurlijk allemaal bomen en weet ik veel wat. Als we hier ook gewoon twee keer de koppakkers doen, net als aan de andere kant. Dan moet dat als het goed is goed komen en dan knalt hij nergens ding aan. Alleen dan die Z-mast is misschien een dingetje. Daar kun je ook niet doorheen rijden, daar zit wel een collision op. Ja. Hij kan in ieder geval allereerst dit stuk doen. En anders kunnen we altijd nog, mocht hij klaar zijn, kunnen we altijd nog dat stuk voor de mars kunnen we dan nog doen. Burps kunnen we dan nog doen. Zodat hij in ieder geval niet dat ding aanreed. En ik had gisteren onder de livestream, het was zaterdagavond, want het is nu zondag. Gisteren onder de livestream was er een probleempje met mijn stuur. Ik had mijn stuur, hij deed het gewoon normaal. Maar toen zei ik, er zit een dead zone op. Dus ik heb mijn dead zone heb ik uitgezet. En toen deed mijn hele stuur het niet meer. Dus ik kon niet meer sturen. Geen enkel spel zag mijn stuur meer. Dus was vet vaag. Was echt vet vaag. Dus dan moeten we daar maar eens eventjes naar gaan kijken. En ik hoop trouwens, ik had de Eurotruck namelijk opgestart. Laten we dat nou direct even kijken. Want ik had namelijk geïnstalleerd. Eurotruck. Maar ik hoor dat mijn profielen er nog wel zijn. Ja. Oh mijn god. Gelukkig. Anders moet ik opnieuw beginnen. Dat is ook niet waar. Maar dat is ideaal. Hè? Ik kan nu spelen en op mijn andere PC kan ik alles tegelijkertijd doen. Dus dat is op zich wel geinig. Nou. De koeien hebben ook bijna geen basisvoedsel meer. Ja, dat is jammer voor hun. Even kijken of de... Wat is hun basisvoedsel? Nou, hooi. Ja. Keul voor hooi. Gewoon standaard. Uit, periodiek ploeg uit, ja. Oké, die staat op helpen. Dan kunnen wij die pakken. Poppen we die eventjes voor. Gaan we eerst naar veld 10, maar daar hadden we natuurlijk aardappels op gepoord. Oh ja, en ik moest op J drukken. En dan kon ik die fill arm kon ik doen. Ja, kiek, nou kan ik hem wel gebruiken. Kijk, dan kunnen we dat zo meteen doen. Dank jullie wel. Dan moet ik hem nou eerst weer lokken, ja. Nou, op naar veld 10. Nou, de vent komt er ook weer aan. Hartstikke mooi. En dan proberen we nu ook zoveel mogelijk velden te gaan inzaaien natuurlijk. Maar dan moet natuurlijk koolzaad en mais, want ik denk dat we veld 2 verder ook weer mais opgooien. En dan kunnen we dan eventueel gewoon met de combine oosten. Dat is mogelijk. Nou! Doen we eerst weer even de koppakkers. En anders doen we het bemesten van het gras. Dan moeten we maar een andere keer doen. Laten we eerst dit veld doen. Want we hebben nog wel redelijk wat mais over. Of wat gras mest over. Dus dan kunnen we dat dan wel doen. Ik ga een beetje scheef, ik weet het. Maar goed. Zo. Maar wat is eigenlijk de gemiddelde snelheid wat je doet met bemesten? Ik heb dat toen ook wel gedaan. Ik heb toen ook wel geïnjecteerd, maar ik kan het me niet meer herinneren. En in het echte leven gedaan, hè? Wat daar de gemiddelde snelheid van is. Nou, nog één keer de koppakken erachteraan doen. Dan hebben we voldoende draairuimte namelijk. En zo zie je, we hebben ook nog veld 16, maar hier komen we niet doorheen, hè? Nee. Jawel, komen we wel erin. Dan moet ik even die boom wegzagen. Weg ermee. Veld 16 gebruiken we toch niet, dus... Weg! Ja, dan kom ik weer aan het werk. Maar er zit natuurlijk weer die andere boom in de weg. Ja joh. Het is toch ook altijd weer hetzelfde. Maar goed. Hoeveel bomen heb ik nou wel niet weggezaagd hier in deze map? Want die zijn allemaal in de weg. Die liggen ook allemaal her en der op de map. Nou goed. Zo
Zolang het maar werkt. Laten we het even recht trekken. Misschien is dat een beter idee. En dan vullen we dat op. En dan blaffen we dit veld er even doorheen. En dan moeten we veld 7 nog. En dan gaat het helemaal goed komen. Nou, we zijn nu op de helft van het veld zoals je ziet. En ik kan het echt merken, jongens. Zo lekker dat die twee PC's hebben. Dan kijk ik, met een nieuw PC zou dat op zich ook wel aankunnen. Maar het is zo lekker dat ik nu gewoon constant vast 60 fps heb. Dat heb ik met mijn andere PC heb ik dat eigenlijk bijna nooit gehad. Omdat het streamen en het opnemen ging allemaal hetzelfde via één PC. Nou heb ik twee PC's, dus wordt het helemaal gescheiden. Dus boven heb ik dan een scherm voor mijn stream en game, of mijn stream en opname PC. En ik heb twee grote schermen hier voor de game PC. Het is alleen wel een dingetje, alles wat ik doe, dat zien jullie wel. Dus als ik nou shift-tab druk, dan kun je dat bijvoorbeeld zien. Of als ik ook maar iets anders doe op het hoofdscherm, dat je dat kunt zien. Dat is misschien wel een dingetje. Dat kan ik nog aanpassen. Want net zoals onder de stream, dan kijk ik ook nog wel eens regelmatig op Discord of zo. En als je dan ook maar eventjes wegklikt van een game. Ja, de farming heeft daar geen Windows Borderless speelgelegenheid. Je hebt fullscreen, je hebt window en je hebt window borderless. Maar farming heeft geen window borderless. En met window borderless, dat betekent dus dat als je ergens anders klikt, dat de game er wel voor blijft. Dat jullie dus niks anders zien. Alleen met farming is dat niet het geval. Als ik nu zeg maar naar rechts klik of ik druk alt tab, dan kunnen jullie alles zien wat ik doe op mijn scherm. Dat is wel eventjes een dingetje. Maar goed, op zich is dat wel om aan te wennen. Maar wat ik zeg, ik heb nu de hele tijd full 60 fps. Dat is zo lekker. En mijn game PC die heeft niks geen moeite. Mijn stream PC die staat nou aan het opnemen. Maar die heeft nou helemaal niks meer te maken met games. Hij is alleen te gebruiken om te renderen, opnemen en te streamen. Ideaal. Maar zoals je ziet, we zijn klaar met veld 10. Dus die maken we nog eventjes af. En ik denk dat we ook bijna elk moment een signaal krijgen dat de vent is vastgelopen. Zou niet heel lang meer duren, denk ik. Dan kunnen we die ook weer eventjes aan het werk zetten. En is dit veld in ieder geval bemest. Dan moet nog veld 7. En als veld 1 klaar is met inzaaien, kunnen we een ander veld inzaaien. En zo blijven we maar doorgaan. Helper K is klaar met het werk. Oftewel, hij is ergens tegenaan geknald. Maar dat is niet zo erg. Want we hebben dit veld helemaal klaar. Dan kunnen we dit, de bemesten kunnen we weer volpompen. En dan is veld 1 bijna klaar met zaaien. Tenminste, als het goed is. En ik denk, wat zullen we in veld 10 doen? Weer iets met aardappels of zo. Ik denk dat dat wel leuk is. Dat we gewoon weer hetzelfde doen. Misschien dat ik daar wel een mod kan vinden of zo om die aardappels te rooien. Niet een zelfrijdende, misschien wel een zelfrijdende, maar dan een veel kleinere. Want dit veld is zo ongelooflijk klein. En ik had mijn stuur had ik nog niet eens naar buiten geklapt. Hey, goed bezig, Lars. Zo. Nou, begin. Op naar de yard. Dan kunnen we dit ding weer bijvullen. Dan kunnen we naar veld 1, want ik denk dat hij vast is gereden. Denk ik. Maar ja, goed, jullie hoorden de vorige keer hoorden niet wat ik zei. Maar kunnen jullie het verschil zien qua kwaliteit, qua opnames? Laat het eventjes weten in de reacties. Daar ben ik heel benieuwd naar. Als het goed is, moet je dat echt kunnen zien. Ik neem nu op via mijn processor in plaats van mijn videokaart. Ik deed altijd via mijn videokaart. Nou is het via de processor. En de processor kan natuurlijk veel meer dingen aan. Oftewel dus meer betere kwaliteit. Nou... Dan kunnen we dus de pijp kunnen we uitgooien met J. Moet ik even de tank selecteren. En die moeten we er dan daarin gooien. Zo, dus als ik nou op J druk. Dan moet ik dus... Ik moet een stukje naar achteren, denk ik. Zou ik hem dus iets naar voren. Ja, dan zou ik hem dus hierin moeten gooien. Oh, niet te hoog. En dan bij kunnen vullen. Kijk, dan ziet het er wat realistischer uit. Als het goed is, draait de PTO nu ook. Ja, hartstikke mooi. Die wordt bijgevuld. Gaan we even naar de vent. Hij is dit stukje vergeten. Dan maakt het op zich niet zoveel uit. Hé, waar is die gebleven? Oh, hier. Huh? Heeft hij dat... Oh, nee, heeft hij dat toch wel gedaan. Dan moet alleen dit stukje nog even doen. Maar dan kun je daar dan wel doorheen rijden? Ach, geen idee. Nou, blaffen we dit. Nou, laat ik dit nog eventjes gewoon gaan inzaaien, want de tank is toch nog niet helemaal vol. En dan kan hij weer veld 2... En volgens mij heb ik daar nog een koersplay van, of niet? Oh nee, niet.
Oh nee, klopt, omdat ik een nieuw PC heb, heeft hij dat natuurlijk allemaal niet opgeslagen. Maar dat maakt niet uit, ik moet zo nieuw maken op veld 2. Maar eerst maak ik dit wel eventjes af, dit zaaien. Bemest hoeven we ook niet te doen, want dat zit natuurlijk al in deze zaaimachine. En dan kunnen we zo meteen veld 7 bemesten. Nou, veld 1 is ook ingezaaid. Ik kreeg net een appje dat ik om 1:30 bezoek krijg. Het is nu 10:50. Dus ik weet niet, ik denk niet dat we dat saai of dat de bemesten vandaag afkrijgen. Maar wat ik wel eventjes kan doen is eventjes kunstmesten zaaien en dan veld 2. Is dit ding 9 meter breed? Ja, geloof ik ook wel, maar ik kijk toch even voor de zekerheid. 9,1 meter, ja, 1 meter ervan af, dat is goed. Startlocatie in het zuidoost. En dan richting het noorden. Dan begint hij daar. Oh ja, en dan moet hij nog eventjes buitenrand, nog even twee keer de buitenrand. Veld 2, twee keer de buitenrand om obstakels. Zuidoost, zo. En doen we hier ook gewoon tarwe in plaats van gerst. Want hoeveel gerst hebben we? We hebben 20.000 liter aan gerst, dus dat is op zich wel voldoende. Dat gooien we hier neer. En dan doen we graanzaaier F2. En we dat ook opgeslagen. Nou, dan moeten we eventjes netjes neerzetten. Als het goed is kan hij niet echt overal tegenaan knallen. En dan ongeveer hier. Route beginnen. Ja, ik weet niet wat hij. Hij gaat hem eerst inklappen. Ik weet niet wat hij allemaal gaat doen. Even kijken wat hij. Ik denk dat hij eerst een rondje gaat rijden. Wil hij eerst naar het startpunt toe gaan. Tenzij hij nu alleen maar rondjes gaat rijden. Dat kan natuurlijk ook nog. En dat doet hij. En dat komt dus omdat ik te dicht bij het startpunt ben. Dan gaat hij alleen maar rondjes rijden. Eerste markering. Was ook nog vergeten trouwens. Route beginnen. Duurt even, omdat ik een nieuw PC heb, moet hij alles weer even laden en doen. Stop! Uitklappen dat ding. Nou, die redt zich wel. Gaan we even gewoon naar veld 7. Want ik denk niet dat we dat vandaag afkrijgen. Zo, maar gaat dat ding traag, joh. Ik kan het niet met mijn pokie doen. Ik zie je tuk, 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 tuk. Moet je kijken hoe ik nou doe, hè? Ik moet de hele tijd zo doen, want anders kan dat ding kan dat niet inklappen. Zo. Is die ingeklapt? Bijna. Yeah. Lock veel arm. Hij is gelokt. Heel gewoon naar veld 7 om even goud te injecteren. Ik denk niet dat we het afkrijgen vandaag. Maar goed, wat ik zeg. We moeten namelijk ook nog het een en ander doen. Voor het grasveld. En veld 7 moet ook nog bemest worden. Dus dat doen we de volgende aflevering ook nog eventjes bemesten. En inzaaien. En dan hebben we ook alweer bijna de vijfde dag van de lente. En dan hebben we nog maar één dag lente. En dit is dan weer zomer, ja. Jeetje, wat gaat dat snel. En de dieren moeten we nou eerder geven. Moeten we ook nou doen. We hebben nog druk zat. Oké, zijn we. Veld 7. Een tijdje geleden dat we hier zijn geweest. Wat het mooiste, als er straks te bezoek komt, dan kan de video namelijk mooi in de rende. Dus ik moet hem straks nog eventjes gewoon editen. Dus laat in ieder geval vaste koppakkers doen. En dan kunnen we woensdag kunnen we dan hoe heet dat? Eigenlijk moeten we dan niet hier beginnen, maar daar. Doen we in ieder geval de koppakkers. En dan kunnen we dan woensdag kunnen we dan gewoon op en neer. Met behulp van een timelapse ofzo. Want het bemesten ben je ook nog wel eventjes mee bezig. Maar we hebben ook nog mest bij de varkens, hè. Ik weet ook niet hoeveel mest we nog hebben bij de koeien. Ik weet iets van 18.000 liter of zo naar één tank. Ik weet het niet zeker, volgens mij wel. En dan hebben we al onze messen erin gejakkerd. Maar het is wel, al het veld is wel bemest, dus dat is wel mooi. Maar in principe hoef je niet met de mesten, want dit veld is al bemest. Met de zaaimachine, dus op zich is dat niet nodig. Laten we deze koppakkers hij had eigenlijk niet gehoeven, omdat we hier natuurlijk een heel veld hebben. Laten wij hier ongeveer 3 koppakkers doen. 3 stuks. Zoiets.
Laten we dit ook eventjes zo doen. Laten we het eventjes aansluiten. Het ziet er iets mooier uit. Oh. Zo. Het is niet helemaal netjes, maar dat maakt nog zo niet zoveel uit. Even een beetje steken, een beetje achteruit rijden en doen. En dan kunnen we dit veld ook in ieder geval al, zijn we er in ieder geval al mee begonnen. Dat is al, iets beter dan dat je nog helemaal moet beginnen. Het scheelt weer tijd. Nou, laatste stukje van de kopmakers. Het begint ook te hagelen bijna, dus dan hebben we dat ook allemaal al klaar. Wat ik alleen wel vond, nog gaat hij 40 km per uur, maar... Als je achteruit gaat met die Klaas, dan ga je maximaal 10 km per uur. Dus ik, dat had eigenlijk wel wat sneller gemogen. Want als ik op het werk ben en ik rijd achteruit met die bus, dan gaat die minimaal 30 km per uur. Misschien dat het ook per trekken of per auto verschilt. Maar je kunt, neem ik aan, toch wel harder dan 10 km per uur achteruit. Toch? Oké, nou hij drijft dat ding nou ook wel aan. Maar je kunt er wel harder dan 10 km per uur achteruit. Of ben ik nou zo gek? Maar goed jongens, het is mooi geweest voor vandaag. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Seasons Ebsdorf Heide. We gaan lekker, we hebben mooi wat werk nog te verrichten. Het is alleen jammer, ik moet nog een thumbnail maken dat het mistig is. Maar goed. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog, uiteraard. Ik begin nu net te hagelen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat uiteraard ook zeker eventjes. En vergeet niet om op het belletje te drukken, zo blijf je elke keer op de hoogte van elke video die ik online gooi. Zou ik super tof vinden. De vent is hier bezig. Super tof. Wat is hij aan het doen? De vet is hier niet bezig. Maar goed, bedankt voor het kijken. Bedankt voor alle support elke dag weer. En ik zal deze even aan het werk zetten. Kalm!